Hey, Bo Moers. Nou, wij zijn weer terug bij een hele oude boerderij. Daar zijn we al eens een keer eerder geweest. En ik heb geloof ik toen in dat filmpje ook gezegd van... als we de kans krijgen, gaan we een keer terug. Na een aantal maanden zijn we inderdaad teruggekomen. En we zien dus dat het nog steeds leeg is. Toen konden we niet naar binnen. Nu liggen alle ramen eruit. Helaas door de vandalisme, maar voor ons een mooie kans om even binnen te kunnen kijken. Gaan jullie mee? Denk het wel, hè? Zeker weten. Let's go. Kom. Kijk, en echt in the middle of nowhere. Die was het open. Hallo? 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 Is er iemand? Alles hebben ze vernield. Alles is eruit. Er staat er nog een stukje. Fiets.
bovenste grote is dicht. Die waait. Ah, ja. Maar dat komt door de wind. Jan de wind. Dus de wind rijden hoor. Douche. Een oude klomp. Nee, Jan ligt hier. Hier liggen twee. Chef Shaky. Soppig.
daar zitten ze de trap. Ik maak een foto, maar het is van de kruipruimte, dus niet de kelder. Alleen op de balkje, niet in het midden, hè? Want dan lig je beneden. Oh, is hier warm, hè? Kim Kees. Het is hier warm boven. Hier blijven we op waar ik loop. Zit daar.
Pardon, sorry. Nou, we gaan even stuntelen. Kijk, dames en heren, exploren is niet zonder gevaar. Nou moet je hier nog naar beneden. Maar we moeten laten even zien hoe stijl het is. Hallo? Hoofdschakelaar daar staat gewoon uit. Johan, leg de kussen nou naar, doe ik mij naar buiten. Ja. Oh. Zie? Ja. Oké. Staat er iemand voor mij?
graag uit. Thank you. Ik heb niet zomaar die kleine ruimtjes. Is het niet bij ons? Dankjewel. Als je een man gaat laden, dan dat hoort nog. Oeh, een stukje luid. Als je een vrouw bent, laat je dat hoort nog. Wat je ziet het dus. Ja, geweldig. Up. Wow, yo. Ach, wat spinnen we bij mij. Is er iemand die met mij wil communiceren? Is er iemand die met mij wil praten? Ben je nou in de keuken? Laat de lamp het rood knippen. Ben je bij de kelder? Nu lopen wij wel even schuren. Oh, dankjewel. Tell
naam is Monique. Elsa? Verstond ik nou Elsa? Dan moet je neerzetten. Helen? Heb je hulp nodig? Kun je mij vertellen wat hier gebeurd is? Is dit uw fiets? Het is een heel oud boerderijtje, hè? Oh, heel mooi. Het is zo jammer dat ze zoveel schuld hebben. Ja. Ik moet nu even op een andere de dingen zetten, want wij... Is hier een man aanwezig? Ja. Ja? Heeft hij ook een naam voor mij? Wil je mijn naam zeggen? Mijn naam is Monique. En mijn naam is Bobo. Hallo. Kunt u mij vertellen wat hier gebeurd is? Waarom dit zo is achtergelaten? Had u geen familie meer? Bent u hier overleden? Nee? Is uw vrouw hier overleden? Spijt van boot. Spreek de trein. Trein? Is met een trein? Trein begraven? Ben je bij het spoor begraven? Ben je niet hier bij dit huis begraven? Hoor ik steeds een schot. Hoor ik steeds een vrouw help zijn. Heeft u hulp nodig? Lekker ding. Lekker ding, ja, dat weet ik. Dank je wel. Kunt u mij vertellen waarom het hier zo leeg staat? En wat er gebeurd is. Monique?
Hoe lang staat dit al leeg? Kunt u mij een jaartal noemen? Misschien wel. Misschien wel? Ja? Dankjewel. In welk jaar bent u overleden? Ik ben een jaartal noemen. Hoe oud was u toen u overleed? Punt NL. Dat die grapjes aan het maken. Als je bij mij in de buurt bent, Even kijken waar dat maken. Als je bij mij in de buurt bent, kunt u bij mij de dingetje van de tafel afvegen? Het apparaatje. Ja, dan gaat je kapot. Ja, klopt. Dan heb ik het. Maar heeft u voor mij een leeftijd? Wat was uw leeftijd toen u overleefd bent? De oude Rik. Hij is aanrijk. Drie dan. Vier dan. Wauw. Is niet nieuw. Nee. Hij is oud. Volgens mij was ik een vrolijk mens. Ja. Staat hij erop? Heel erg. Ah, hier liggen nog mooie spullen van u. Wat ben ik? Wat heb ik in mijn handen? Wat heeft deze jongeman in zijn handen? Wat is hij aan het doen? Waar was dat voor? Het is zo zonde dat er allemaal zo achter is gebleven. Dat dat niet naar verdere familie is gegaan. Heeft u kinderen? Nee. Net dat al. Zijn u 13, klopt dat? Niet doen! Kom. Niet doen, zei hij. Oh.
Houdt u dieren op deze boerderij? Had u varkens hier? Klopt het dat u varkens had? Een enkele jaar? Hoi. Kunt u mij een naam vertellen? Hoe lang heeft u op deze boerderij gewoond? Waar waren jullie wel van? Bent u nu aan het lachen? Wat vindt u zo grappig? Dat ik die tas heb gezien zeker. Kunt u mijn naam, kunt u mijn naam zeggen? Mijn naam? Ik kom er niet meer uit. Ik ga niet meer praten, mensen. Wat is mijn naam? We zijn een aantal maanden geleden zijn wij ook hier geweest. En het was een mooi alles dicht. Ik kon er niet in. Er stond nog heel veel binnen. Het is gewoon heel sneu om te zien dat er zoveel is weggehaald. En alle ramen zijn gesloten. Ik vind dat zo jammer. Vandalisme is tegenwoordig zo groot. Oh, wauw. Oude schaatsjes. Echt hele oude dingen dan. Oude schaatsen. Dit zijn nou oude ijzers. Ijzers. Is er nog iets wat u wilt vertellen? Nee? Moeten wij gaan? Of gaat u?
slaap. Nou wel. De camera stond net niet aan. Er werd in het spierbox gezegd, ik wou mijn K2 mee te pakken. Er werd heel duidelijk gezegd, ik lag op bed. Kunt u dat nog eens herhalen? Wat is er met u gebeurd? Wat moet je? Was u ziek? Lag u hier op bed? Was dit uw slaapkamer? Was dit slaapkamer samen met uw vrouw? Kunt u mij uw naam vertellen? Hallo, is er iemand? Koppelen. Wij komen nog even mee, hè? Was uw naam Karel? Of Clara? Die vrouw? Dom. Wat is er gebeurd? Wat haar? Dat is de babykamer. Je hoort het toch? Dat verstond ik. Klopt dat? Dat was de kinderkamer.
Oh, dus. Dankjewel. Camera flip dan. Wat zit er in de zon? Het is allemaal fijn hoor, die dingen. Oh, een hond. Wij gaan zo langzaam weer naar het pand verlaten. Ja, dat was een blender. Hier zijn allemaal blenders. Huh? Dit is goed. Relax. Dat jullie altijd in. Een kind. Hallo. Ben jij een meisje? Ben jij de dochter? Jullie paarden. Knollen. Rijtuigjes. Rijtuigjes, ja. Daar liggen nog rijtuigjes rondgeslagen. Ik zie een oude fiets daar. Verdomme. Zo, die was duidelijk. Ready? Maar ik hoorde net ook een klein meisje. Was dat jullie dochter? We gaan even buiten kijken. Ik zal hem aan laten staan.
mensen, wij zijn heel blij. We hebben een hele poos terug zijn we hier geweest, konden we er niet in. We konden nergens naar binnen. We konden via een raampje hebben toen foto's gemaakt. En hebben geprobeerd een filmpje te maken. Er is door vandalisme zoveel gesloopt. Alle ramen lagen eruit. Alle ramen, deuren stonden alle deuren weer open. Er is geen trespassing. En wij zijn naar binnen gegaan. We hebben mooie filmpjes gemaakt. Mooie foto's gemaakt. Het is gelukt. High five. Yeah. Graag commentaar beneden. In de reacties. In de reacties. Of jullie iets gezien of iets gehoord hebben. Ja, duim omhoog. Exact. Dank je. Tot de volgende keer. Later. We zijn toch gewoon aan het wandelen.